Wij krazen een blinddoek op en we willen op een enge locatie dropt. Oh. Dus, let's go. Voordat we naar binnen gaan, durf ik een blinddoek op en de rest ik. En dat is natuurlijk hartstikke fijn, want dan is geen idee waar ze heen is. Oké, doggie is eerst. Ha, ja, nou, dat is wel heel makkelijk zijn. Hey, sorry. Hallo! Luca Wiehoed, je voor het eerst. We moeten haar maar één op de proef stellen. Nou, dit is mijn eerste keer, jongens. En dan meteen klik waarom? Ik was helemaal net. Kijk, je zit een opstapje en een afstapje. Wat? Nee, nee, die had weg. Zit dat ding? Hoi! Hoi! Ja. Willem komt met het idee om op te splitsen. Wie betekent dat? Alleen nog op paard in het donker, dat is toch volle leuker? Let eens even Shin, altijd direct scary is. In het spookenhal? Gadverdamme! Heel! Pop daar, pop daar. En ik maar eigenlijk wie ik gewoon aan het janken van ben. Oeh, dit is een hele lange gang. Oh, dit is helemaal niks. Waar ben ik hier? Hier een grote gong en dat is je heel tjuster. Dat is een kast. Gaat zie daar. Piekevel op mijn jermen. Hup, die heren die stoen recht omheen. Luca, hij doet niks. Hij doet niks. Hij doet niks. Ik zie hem net. Hij doet niks, maar ik heb wel bij. Ja, en dan ben je bij een orenroemte. Kernwapenvrije gemeente. Dan is je vast veilig, want het is je vrij van kernwapens. Dus wat dat betreft. Oké, daar moet ik net binnen. Op naar de vergaderkamer. En dan doe je die doorriepen. En dan stiert er in. Ik schrik me helemaal lepperaas, joh. Dan stiert er in de hoek. Oeh, jakkie. Zo, heel veel baden ben je er. Oh! En een pop! Ik heb geen zin meer. Ik vind het helemaal niet meer leuk. Ik heb dus een ding mooi. Als die onstiert en er zit iets dichtbij, dan piept er. Ik hier dat ding mooi noem voor de grap. Ik hier net verwachten dat er echt wat komen zou. Klinkt heel apart, maar ik viel echt gewoon koude rillingen de hele tijd. Willem hier hier een woord magisch apparatie bij hem. Als er dan een spook of een geest in de buurt wijzen zoe, dan giet er een soort alarm al. Een verschrikkelijk geluid. Oké, ik pak hem wel op. Die klok die giet. Ik dacht bij mezelf, die klok die stiert wel heel lang stil. En die keer, kunk! Hé, waarom gaat er nou al? Geest. Als je je bist, lid dan wat van die jaren. De jaren steen helemaal omheen. Ik vind het net chill. Oh, dat kan sowieso daar van mij. Oh, ah. Oeh, het is je wel tjuster. Oeh, daar steen erin. Oké, ik ben net weer alleen nog, jongens. Ik zie een spook. Nou, Luca, hoe gaat het? Ja, goed. Het was spannend. Dus dat krijgt echt oprocht wat. En dat vond ik echt heel eng, eigenlijk. Het kwam achter mij bij en weer niemand. Natuurlijk. Waarop? Waarop? En ook van die enge poppen. Ja, die poppen ben die eng. Nou, ik ging hierbij. Oké, wat een avontuur weer dit weer. Het weer spannend en ik voel het echt heel erg eng. Ik hier het enge verwachten. Het begon heel eng, maar dat weer omdat ik een blinddoek op hier en ik geen idee hier of ik guys kick op vers verbeuken. Maar daarbin kon mij wel enger. Nou jongens, hier gedankt dat ik hier mocht wezen. Dat weer de eerste en de laatste keer, want dit sloeg echt helemaal nergens op. Dus ik ging naar Hoesta. Doei! Voel je hem dit echt spannend? Vergeet dan net om te liken en even te abonneren. En dan zien we je in de volgende video. Doeg!